Dagteksten van vrijdag 20 januari 2023 zijn gehaald uit Leviticus 25, vers 14. Wanneer gij iets van uw volksgenoot verkoopt of iets van hem koopt, dan zal de een de ander niet benadelen. Wanneer gij iets van uw volksgenoot verkoopt of iets van hem koopt, dan zal de een de ander niet benadelen. Leviticus 25, vers 14. Het leerwoord is gehaald uit 2 Korinthe 8, vers 21. Wij zijn bedacht op hetgeen behoorlijk is, niet alleen voor het oog des Heren, maar ook voor dat der mensen. Wij zijn bedacht op hetgeen behoorlijk is, niet alleen voor het oog des Heren, maar ook voor dat der mensen. 2 Korinthe 8, vers 21. Hemelse Rechter, onze Vader, Vredevorst en Heiland, we zijn blij omdat U onze Vader bent, omdat wij in Uw woning mogen maken, jubelend en zingend, dragen wij deze nieuwe dag die we uit genade van U hebben ontvangen aan U op. Alle eer en glorie komt U toe. U geeft ons vrede en liefde, die alle verstand te boven gaat. We beginnen deze dag voor uw troon van genade, om uw genade af te smeken en onze zonden te beleiden. Was ons schoon, Heer, en bescherm ons. Help ons uw wil te doen door bij elke handeling, in elke situatie, bij elk gesprek of discussie, eerst u aan te roepen om ons te leiden, zodat wij in en bij alles u mogen behagen. We worden vandaag aangespoord om niemand te benadelen en goed te doen, ook voor het oog van de mensen. Help ons goed te doen en recht te zoeken, Heer, zoals het thema luidt voor dit jaar van de ChristenUniteit, in de diensten die gehouden worden in kerken overal ter wereld. Deze week en de komende dagen. We dragen elke dienst aan u op en bidden dat eenheid en recht overal in de wereld gestalte mag krijgen. Zo willen we bidden en opkomen voor elk een die niet kan of die niet durft opkomen voor zichzelf. Zij het thuis, op straat, op de werkvloer of waar dan ook. We bidden om bescherming voor de weerlozen, de angstigen. We bidden voor de bedroefden, de gedeprimeerden, de zieken. Elk een in de gevangenis, in mentale inrichtingen. Iedereen die constante oppas nodig heeft, omdat ze door vergeetachtigheid een zorg zijn voor hun huisgenoten. Help ook hen die eenmaal 24 uur voor hun zorg of voor andere zieken. Wees met de zieken, Heer, zij die pijn lijden en smeken om hulp, mogen zich vandaag door uw geest aangeraakt en opgebeurd weten. Help hen, Heere, dan zullen ze geholpen zijn. Genees hen, dan zullen ze genezen zijn. Tover weer een lach op de gezichten van een ieder die niet meer kan lachen.
Allen die jarig zijn of iets te vieren hebben, brengen we voor uw troon van genade. En wij vragen u om stromen van zegen over hen uit te storten. Help ons om elke stap die we zetten, elke handeling die we zullen plegen, elk woord dat over onze lippen zal komen, aan u op te dragen. Omdat u ons draagt, ons graag, ons leidt. En zo gaan wij in uw licht verder vandaag. In de naam van Koning Jezus. Amen, ja, amen. Als je Jezus na wilt volgen en een toevlucht zoekt bij het kruis, wordt er steeds naar je gekeken. Leef je in een glazen huis, alles mooi. Stay.